Onrust onder Middelburgse jongeren door gewelddadige filmpjes en groenteboer Adrie Trimpe is overleden. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. De Zeeuwse uitvaartbranche heeft een druk jaar achter de rug. De drie crematoria in de provincie hebben zo'n 20% meer uitvaarten verzorgd dan in andere jaren. En dat komt niet alleen door corona. De familie De Ridder verzorgt al decennia lang uitvaarten in Zeeuws-Vlaanderen. En de afgelopen 2 jaar waren heftig voor ze. Ik ben gewoon 2 moeilijke jaren en nog steeds. Het waren eigenlijk 2 schrijnende jaren. Dit zijn moeder Annelies De Ridder en dochter Alice. Ze verzorgen samen met vader De Ridder en hun andere dochter Mieke uitvaarten in de regio van Hulst en Terneuzen. Ze hebben het druk. De uitvaarten waar je nu mee bezig bent, daar heb je de tijd voor. Maar om bijvoorbeeld na een aantal weken langs te gaan bij een uitvaart die je gehad hebt, voor een dankbetuiging of gewoon nog even een praatje, ja, dat is mij afgelopen week gewoon niet gelukt. Ook de crematoria hebben het druk. Zo heeft Terneuzen bijna 200 uitvaarten meer verzorgd vorig jaar dan in het jaar daarvoor. Ook de crematoria in Goes en Middelburg zeggen 20% meer uitvaarten te hebben gehad. Of dat allemaal mensen zijn die aan corona zijn gestorven, is volgens de crematoria niet te achterhalen. Hier in Hulst denken ze dat ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, meespelen bij de extra overlijdens. We hebben heel wat overlijdens gehad van oudere dames, oudere heren die in een verzorgingshuis zaten, die de kleinkinderen het afgelopen jaar via beeldbellen hebben kunnen zien of niet, omdat ze daar gewoon niet mee overweg kunnen. Er is volkomen gelijk in. Mensen oud eenzaam, omdat ze zeer beperkt worden in het doen en laten. Vooral dat, vooral de eenzaamheid. En eigenlijk zitten ze toch maar op hun kamer. De familie De Ridder heeft de afgelopen jaren samen met nabestaanden te maken gehad met verschillende beperkende maatregelen. Wel of geen koffie na de dienst. Maximaal 30 gasten. Ze willen het nooit meer meemaken. De maatregelen die veranderen. Dus de ene dag mag je nog 100 mensen, maar de dag erna ineens nog maar 30. En dan moet je ineens mensen gaan bellen en vertellen dat ze niet meer welkom zijn. Sommige families zijn al groter dan 30 personen. Dus dan was het zelfs een keuze van wie van de kinderen nodigen we niet uit of wie van de kleinkinderen kan er dan niet bij zijn. En dat vind ik vooral heel verdrietig. Het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard zal de komende tijd explosief stijgen. Dat verwacht het UWV. De uitkeringsinstantie keurt op dit moment de eerste mensen die aan het begin van de pandemie corona kregen en nu, 2 jaar later, nog steeds kampen met klachten, zoals vermoeidheid. Jezelf stopt je wereld. Stopt alles om je heen. Dat is... Ja, dat... Dat raakt me gewoon enorm. Ja, als ik zo... Ik kan dat gewoon heel moeilijk een plaatsje geven en accepteren dat je dat niet meer kan. Sanne-Jaap van der Hof uit de Oost-Soeburgen is een van de eerste die door het UWV is gekeurd en arbeidsongeschikt is geraakt. Goeiedag. Hij heeft nu bijna 2 jaar long-covid. Hij is 48 jaar. Oh. Nu heb je 2 minuten gestofzuigd. Wat voel je dan? Ja, dat is gewoon een aanslag op je energie, zeg maar. Het UWV ziet nu de eerste mensen van een nieuwe groep, de long-covid-patiënten. Deze mensen die ik tot nu toe heb gezien, die hoef je maar te vragen om van de wachtkamer naar jouw onderzoekskamer te komen. En dan zie je eigenlijk de vermoeidheid al naar voren komen. Dat is extreem vermoeiend voor deze mensen. De verzekeringsarts van het UWV bekijkt van elke individuele patiënt hoe ziek hij is en hoeveel werk hij nog aan kan. Nou, de mensen die ik nu gezien heb, en dat is natuurlijk nog geen hele grote groep, dat zijn vooral mensen die in de zorg gewerkt hebben. Of men was op vakantie en daar heeft men COVID opgelopen. En dat varieert in leeftijd van 30 tot en met 60, 65. Dus eigenlijk van alles. Het is echt gewoon dat ze met speldenprikjes, zeg maar, in je been of in je lijf prikken. En op een gegeven moment krijg je eigenlijk gewoon een druk onderin je longen. Ja, en dan lijkt of je gewoon 2 marathons hebt gelopen in een minuut. En dan ben je gewoon op. Hij hoopt dat het dit jaar lukt om 1 of 2 uur per week te gaan werken. Het UWV helpt hem daarbij. Maar niemand weet nog wat de vooruitzichten zijn bij long-covid. De een zegt
Er zit een goede vooruitzicht in. En de ander zegt, ja, dat kunnen we gewoon niet zeggen. Het probleem is gewoon, daar zit het dan voor mij in, vooral emotioneel, dat er niemand is die kan zeggen, morgen is voorbij. Het UWV verwacht de komende jaren een grote groep long-covid-patiënten. We hebben allemaal gezien hoe explosief deze pandemie is geweest. En zo zal het bij ons ook gaan volgen na 2 jaar. Sander-Jaap van der Hof krijgt nu een WIA-uitkering van 70% van zijn laatst verdiende loon. Filmpjes die rondgaan onder Middelburgse jongeren zorgen voor een grimmige sfeer en een onveilig gevoel in de stad. Op de filmpjes worden jongeren geïntimideerd, bedreigd en mishandeld door leeftijdsgenoten. Droom, holla, droom. Hey bro, bro. Dit soort filmpjes gaan veel rond onder jongeren. Vooral via Snapchat worden de gewelddadige en intimiderende filmpjes gedeeld. Ook bij de Middelburgse jongerenwerkers zijn de filmpjes bekend. Ik zou willen zeggen, jammer genoeg wel, maar nee, ik vind het goed dat ik ze ken uiteraard. Dit soort filmpjes zijn natuurlijk wel heel schadelijk voor iemand. Hè? Want wat op internet staat er, gaat niet meer weg. Pesterijen is niet gekomen met social media, dat was er al. Alleen die camera die overal bij is. Zeg sorry, Bas. Zeg sorry, Bas. Waarom zou ik sorry, Bas zeggen? Zeg sorry, Bas. Laat me fucking step met rust. Sorry, Bas. Oké, sorry, Bas. Nou, goed. Dergelijke filmpjes maken en delen is niet per se strafbaar. Dat maakt het voorkomen ervan lastig. Ik vind het nog heel moeilijk om daar de oplossing voor te noemen. Die heb ik, als ik die zou hebben, dan zou ik een doorbraak kunnen veroorzaken. Heb ik niet. Ik probeer het vaak een beetje persoonlijk te maken. Van, je hebt zelf een broertje of een zusje. Dan begrijpen ze wel dat het eigenlijk ook niet goed is. Maar het is natuurlijk ook weer heel stoer. En dat is iedere keer die dubio. Want ze krijgen het wel van iedereen binnen. En iedereen heeft het erover. Daarom denk ik ook dat je het groepsgewijs aan moet pakken. En daar al op de basisscholen mee moet beginnen om erover te praten en voorlichting te geven. Dat de filmpjes niet strafbaar zijn, is niet in alle gevallen zo, zegt verslaggever Mercy Kamermans. Op zich is het maken van zo'n filmpje en het verspreiden ervan niet per definitie strafbaar. Het ligt er natuurlijk wel aan wat er op het filmpje te zien is. Dat kan natuurlijk een strafbaar feit zijn, bijvoorbeeld een mishandeling. Dus de politie, ja, het is lastig om er iets aan te doen, maar ze zeggen wel, meld het bij ons. Want dan kunnen we altijd kijken of we een stopgesprek kunnen voeren met iemand of zelfs een strafrechtelijk onderzoek kunnen beginnen. Ook de burgemeester, die baalt ontzettend van die filmpjes die hier rondgaan. Hij vindt het heel vervelend en ook hij zegt, praat erover met je ouders, ga naar je mentor en meld het bij de politie. Het Clara Hofje in Goes is het oudste hospice in Zeeland. 30 jaar geleden werd het opgericht en het was destijds het derde hospice van Nederland. Toen was het een nieuw fenomeen om zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Kom binnen. Ja. Bert Stevens is weer even terug in het Clara-hofje. Een half jaar geleden verloor hij hier zijn vrouw José. Zij had dus te horen gekregen van, je hebt nog 3 tot 6 weken. En het zijn er 12 geworden. Dus dat is natuurlijk top. Maar José heeft hier nog gewoon samen met mij een hele fijne tijd hebben we hier nog gehad. Ans Kuin is vrijwilliger. Al sinds de beginjaren van het hospice helpt ze bij de zorg. Er kwam een groter pand en meer kamers. Maar de zorg zelf is in al die jaren niet veel veranderd, vindt zij. Het was natuurlijk veel kleiner, maar de insteek was hetzelfde. Dus zorgen dat mensen in de terminale fase comfortabel zijn. En ja, rust hebben en aandacht. Kijk eens. Heerlijk. Met een bonbonnetje erbij. Lekjes. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. De verpleging, alles vond hier plaats. En als je dat thuis moet doen, dan wordt de zorg, dan is het alleen maar zorgen. En dan ben je niet meer echt, ben je niet meer echt voor elkaar. En dat is het grote verschil. Ik loop zelf normaal een heel klein, kort stukje mee natuurlijk. Maar ik heb wel heel veel respect en bewondering voor mijn voorgangers die dit neergezet hebben. Absoluut. En dan is het wel iets om trots op te zijn. Maar ik ben vooral heel dankbaar ervoor. We kunnen het leven natuurlijk niet verlengen, maar we kunnen wel de dagen iets aanbieden wat mensen fijn vinden, waar ze van genieten.
S'avonds at ik hier altijd mee. En dan zaten we lekker buiten onder de parasol, glaasje wijn erbij. Top, echt. Dan voelde ik mij echt of we op vakantie waren. Zo'n gevoel. Toch wel. Ja, ja. Ja, heel bijzonder. Toen was er iemand... het woei enorm. Het stormde echt buiten. En ik had een soort ingeving. Ik dacht, volgens mij, want we hebben van die grote schuifpuien. Moet ik die schuifpuien openzetten? Want dan krijgen ze daar iets van mee, van die storm buiten, hè? En toen hoorde ik later dat het iemand was die heel erg van storm hield. Ik denk, oh, dat is dan, dan ben je zo blij als je dan intuïtief het juiste hebt gedaan. En dat zijn natuurlijk momenten die je dan bijblijven ook. Ja. Hoe kijkt u er nu op terug? Ja, met een heel goed gevoel. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk heel erg het moment dat je huis verlaat. Ik had er ook heel veel moeite mee, want dan denk je, doe ik het wel goed? Is dit de goede beslissing? Maar het is wel de goede beslissing geweest. Ja. 750 mensen hebben een petitie getekend waarmee ze de verbreding willen tegenhouden van de gevaarlijke zanddijk tussen Ierseke en de A58. Door die verbreding komen woningen dichter bij de weg te liggen, terwijl andere huizen moeten worden gesloopt. De ondertekenaars willen geen verbreding, maar een rondweg. En met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht hopen ze druk op de ketel te zetten. Er zijn tekeningen waar ze het geluidsprobleem willen oplossen met een hoog geluidsscherm. Daar zit u ook niet op te wachten? Daar zit ik zeker niet op te wachten, want dat is hartstikke lelijk. U heeft uw hoop een beetje gevestigd op de komende gemeenteraadsverkiezingen, hè? Nou ja, inderdaad, de gemeenteraadsleden die zijn 50-50 voor een alternatief. Met de verkiezingen kan die verschuiving voldoende zijn, zodat er een meerderheid is om toch die verbreding tegen te houden en voor een goed alternatief te kiezen. Ook de mensen achter de petitie zien nog mogelijkheden met het oog op de verkiezingen. Omdat de provincie ook nog moet berekenen wat nu echt duurder is. Een rondweg of het verbreden van de huidige zanddijk. De staten hebben besloten in eerste instantie de zanddijk uit te gaan werken en uit te gaan rekenen en dergelijke. Maar het is een heel nadrukkelijke toezegging van de gedeputeerden geweest in de richting van GroenLinks. Nee, het is geen point of no return. Als blijkt inderdaad dat de kosten nagenoeg gelijk zijn, dan kunnen we erop terugkomen. En ondanks de hoop van de ondertekenaars speelt de zanddijk geen rol van betekenis bij de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat niet de gemeente, maar de provincie nu aan zet is. Op dit moment ligt er gewoon niets om voor te leggen aan de gemeenteraad. De provincie Zeeland is bezig met de verdere uitwerking van het ontwerp. Als dat rond is, dan zal er ook iets weer richting gemeente komen. Verhalen dat Bot door de provinciale SGP onder druk wordt gezet om mee te gaan in de goedkopere aanpak van de zanddijk zijn onzin, zegt hij zelf. Ja, dan kennen ze de SGP-Rijmers wel niet. Kijk, ik sta hier natuurlijk als wethouder. Ik voel me wethouder niet namens de SGP, maar ik voel me wethouder van Rijmerswaal. En ik zal ook de belangen van Rijmerswaal natuurlijk behartigen. Dus ja, dat soort verhalen die steken soms misschien de kop op. Maar we zijn een volwassen partij die er op een goede manier mee omgaat. En het wachten is nu op de definitieve berekeningen over de verbreding van de zanddijk. De provincie verwacht de resultaten tegen de zomer. En dan kunnen de kosten van de verbreding vergeleken worden met het aanleggen van een rondweg door de polder. Een arrestatieteam van de politie heeft donderdag een 24-jarige man uit Middelburg aangehouden die betrokken zou zijn bij de dodelijke schietpartij in Goes een paar weken geleden. Bij die schietpartij aan het Gelderloze Pad bij Sportpark Het Schengen kwam een 24-jarige man uit Goes om het leven. Er zijn in verband met deze zaak donderdag ook twee woningen doorzocht in Middelburg en Oost-Soeburg. En de oudste en misschien wel bekendste groenteboer van Zeeland is overleden, Adrie Trimpen uit Vlissingen. Hij is 87 jaar oud geworden. Over zijn groentewinkel in het centrum van de stad is een prijswinnende documentaire gemaakt. Ze zijn er niet fijn meer in die winkeltjes. Werken. Altijd werken. Vakantie ook nooit. Amsterdam, maar één keer in mijn leven geweest. Dat is alles. Trimpen kreeg ook bekendheid doordat hij op hoge leeftijd eigenhandig een paar overvallers uit zijn winkel wegjaagde. En bijna een jaar geleden overleed zijn vrouw Francine Trimpen. Nee, dat kan niet, hè. En morgen zenden wij de documentaire Van Verlies Kun Je Niet Betalen, die over Adrie Trimpen gaat, nog een keer uit. En dat is om 16:30 'smiddags.
Zeeuwse statenleden zijn niet blij met Den Haag. Zo willen ze hardere garanties over het voorkomen van PFAS-vervuiling in de Hedwiegepolder. En willen ze dat de provincie zijn ongenoegen uit over de afschaffing van de tol in de Westerschelde-tunnel. Het kabinet wil die in 2030 afschaffen, terwijl de provincie rekening hield met uiterlijk 2025. Maar volgens Ariane Laforte is er geen sprake van misplaatste verontwaardiging. We waren in onderhandeling met demissionair minister Barbara Visser, die ook op dit ministerie zat voor de vorming van het nieuwe kabinet. En ja, dan zijn toch inderdaad de jaartallen zijn genoemd, waarbij wel minister Visser toen wel heel strategisch zei: luister, het nieuwe kabinet die doet de finale beslissing. Dus ja, daar is het even wachten op. Dus ja, in hoeverre heb je dan een poot inderdaad om op te staan? Maar wel duidelijk is, de vorige Tweede Kamer heeft heel duidelijk gezegd, de Westerschelde-tunnel moet eerder tolvrij. En dan de Hedwiegepolder. Vrijwel alle statenleden willen dat de polder niet onder water gaat, totdat zeker is dat er geen vervuild water de polder in en uit kan stromen. De statenleden waren ook verrast over de mededeling 2 weken geleden dat de polder dit jaar al onder water verdwijnt in plaats van volgend jaar. Gedeputeerde staten zijn blij met de motie, omdat ze hiermee een hardere vuist in Den Haag kunnen maken. En binnen een paar weken staat er al een gesprek gepland tussen de provincie en het ministerie om te praten over de tolheffing in de Westerschelde-tunnel. En of de Hedwiegepolder daarin ook wordt besproken, is nog niet duidelijk. En dan kijken we alvast weer even naar morgen. Want in verband dus met het overlijden van de beroemde Vlissingse groenteboer Adrie Trimpe zenden wij morgen om 16:30 nog een keer de documentaire Van Verlies kun je niet betalen uit. En in deze prijswinnende documentaire wordt Trimpe gevolgd in de laatste periode dat zijn winkel nog open was. Dat morgen dus om 16:30 in de middag. En voor nu nog een mooie avond.